De essentie van onze ja. podcast hebben we volgens mij nu wel te pakken. Dat we We hebben het en over gadgets. Onze producent Innovaties. Sander zei net al. Uh, het lijkt wel of jullie als een stel nerds. de hele aflevering op je telefoon zitten. Maar uh, ja, mooi, mooie data, mooie gadgets. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport. Onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer trainen. Hoe kan hartslagvariabiliteit, oftewel je HRV, je hierbij helpen? Gewoon hard trainen en dan ga je wel vooruit. Was het maar zo simpel. Een trainingsprogramma heeft helaas niet bij iedereen evenveel effect. Maar om dan meteen maar een coach in te schakelen is ook nogal wat. Kan inzicht in je HRV je helpen bij het optimaliseren van je trainingsschema? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, goedemorgen. Hey, Gerrit. Tijd voor onze wekelijkse kop koffie. Ja. Om de diepte in te gaan op thema's rondom topsport, wetenschap en uiteindelijk de vraag: is het zinvol of onzin voor jou en mij als amateur? En vandaag een uh, onderwerp wat uh, regelmatig door onze betrokken kijkers en luisteraars ook is geagendeerd in verschillende reacties. Onderwerp waar ook veel uh, volgens mij nu in de wetenschap over te doen is. Hartslagvariabiliteit. Ja. HRV. HRV. Ik ga een paar keer dat voluit zeggen. Ja. Zoals in de titel. Maar op een gegeven moment gaan we het hebben over HRV. En dan bedoelen we dat. We gaan op zoek naar de vraag. Antwoord op de vraag. Wat is dat dan precies? Hoe kun je het meten? En hoe kun je het dan gebruiken om je trainingen af te stemmen? Uh, je hebt weer een mooie meta-analyse gevonden. Dat is fijn. Dan hebben we gelijk heel veel studies allemaal ja. op een hoop. En we gaan op het einde natuurlijk ook even weer zoomen met Vroemen. Om even te kijken wat hij doet met HRV en zijn atleten. Gebruik je het? Hoe dan? En waarom dan? Het is natuurlijk een onderwerp wat enigszins gerelateerd is aan onze aflevering een paar weken terug over overtraining. Ja. Toen raakten we er al even heel kort aan. Het is een indicator waar je het kan zien. Over trainingen, volgens mij al eerder ook herstellen. Ons ja. best beluisterde aflevering komt vaak terug. Ja, RV, hard rate, variability. Zullen we ouderwets beginnen bij de basis? Ja, wat is het? Uh, nou, volgens mij heb ik ooit al eens verteld hè, over mijn uh, oudste dochter, die uh, met uh, vier keer de navelstreng onder uh, de nekkie uh, uh, ter, uh, ter, uh, ter wereld kwam. Ja, uh, dat uh, toen uh, ja, het, het hartje klopte fantastisch, wij blij. Alleen toen constateerde zij al heel snel: hé, hey, dit klopt veel te constant. Dus zij, het was in het ziekenhuis. Ja, ja. ja pak een beetje, de hartslag was best wel hoog, misschien 90, 100. Maar dat was, als je dan van uh, seconde tot seconde keek, was het gewoon steeds met hetzelfde interval tussen die hartslagen. En dan zei ze, ja, dat is niet goed, dat is een maat van stress. Ah. En dat geeft dus eigenlijk de, de, nou, hoeveel verschil of de variatie in de tijd tussen de verschillende hartslagen. Uh, is dan heart rate variability. Dus je yeah. kan zeggen, nou ja, als je je, je, je pak een beet 60 slagen per minuut, uh, maar als je daarop inzoomt, dan is het misschien de ene seconde of ene, nou, vijf seconden yeah. is het uh, 62 slagen en dan een keer 58. En, yeah. uh, en eigenlijk als je steeds dat interval bekijkt, dan moet daar een bepaalde, nou, afwisseling of variatie in zitten. Dat moet niet te constant zijn. Uh, dat wordt gebruikt eigenlijk al best wel lang ook in de medische wereld. Ze relateert vaak aan stress en aan sowieso nou, een bepaalde conditie, uh, conditie van het hart... En daarbij kijkt ze met name naar het autonome zenuwstelsel. Dat is een zenuwstelsel waar je niet over kan nadenken. Mm -hmm. Dus uh, twee takken: parasympathisch en sympathische tak. Nou, sympathisch zullen we kennen hè, van de, de stressreactie. Uh, stress ja. Flight, fright, fight. Ja, dus jij ziet een, een tijger ineens verschijnen en je denkt: wow, wegwezen. Remmen. Of uh, je schrikt en uh, nou, adrenaline komt vrij. Hartslag gaat omhoog. Ja. Van die adrenaline en de andere is de parasympathische tak die zorgt eigenlijk van uh, die drukt op de rem, hartslag gaat weer uh, lekker omlaag. En uh, eigenlijk is het autonome zenuwstelsel is continu een beetje ja ready eigenlijk om die uh, weg te gaan van die tijger en aan de andere kant ook te denken Hé, hey, maar ik moet niet overdreven. Moet jezelf niet eens. opfokken ja. de hele tijd. En je weet als je als dat uit balans raakt, ja dan uh, krijg je problemen met langdurige stress en dan komen Burn allemaal burn-out, ja. allemaal dat soort dingen. Dus, dus die Technisch gezien is het de wisseling in tijd tussen de slagen. Ja. En het is goed dat daar een redelijke mate van variatie in Klopt. zit. Even sneller, even langzamer, ja. even sneller, ja. even langzamer. En dat kan eigenlijk één op één als je elke slag apart neemt. En ze hebben het vaak nog over de RR-interval. Het hart wordt natuurlijk elektrisch gestimuleerd vanuit de, uh, uh, de sinusknoop. Ja. Nou, uh, dat elektrisch signaal kun je meten en dat, uh, dat zie je als een, uh, nou ja, een, een toename in uh, eigenlijk de, de, het voltage gaat van negatief naar positief en weer terug. En dat noemen ze een QRS-complex, waarbij de R is de piek. Daarbij is eigenlijk het, uh, de spanning meest positief. Nou. Ja. En dan hebben ze over RR-intervallen. En als je RR-intervallen kun je heel nauwkeurig dus in, in elektrisch ah, afgeleiden. Ik zit al even te denken, waarom zit hij dan maar uit te leggen? Ja. Maar nu kom ik er. Want RR-interval, dat is dus de tijd tussen die pieken. Precies, en dat deden ze dus toen. Dat doen ze in het ziekenhuis, kunnen ze dat allemaal nauwkeurig met goede apparatuur. En als je dan die RR-intervallen continu monitoort. En dan uh, van, uh, van slag tot slag, ja. ja, dan kan je daar eigenlijk goed zien van ja, hoeveel variatie daarin zit en daar, ja, dat koppelen aan bepaalde toestanden je ziet dat mensen met hart falen dat dat ook uh, minder is geworden uh, dat die dat die interval nee de variatie die in die, die valt meer precies ja. ja dus je hebt wel heel vaak dat hartslag zelf ook wel iets zegt hè. als je een beetje opgefokt bent is je basale hartslag je baas hartslag ook wel iets omhoog hè. Ja. dat zie je vaak ook terug meetje met met overtraining inderdaad maar ze zeggen, ja, maar goed, hoe eh, betrouwbaar is het? Hoe snel reageert het? En dan wordt vaak toch gezien dat HRV misschien wel een, een snellere en een betrouwbare maat is van uitbalans zijn, stress. Eh, en het effect is komt. dus inderdaad op het moment dat het lichaam moe, gestrest, ja. uitgeput is, gaat het, is het minder goed in het aanbrengen van die variatie, ja. wordt het dus monotoon. Omdat dan de balans tussen parasympathisch, die rem... En, en gas. En is gas weg. Is, is minder. Is ja. uh, dus het, uh, het lichaam is al een beetje daar. Uh, ja. En dan is het nog helemaal niet dat je een burn-out of whatever hoeft te hebben. Maar Het is wel een alarmsignaal. Ja, En dat wordt dus ook ingezet bijvoorbeeld nou ja, bij overtraining of in het ziekenhuis bij, ja, precies. bij we kinderen. Gaan, we, met, we, gaan, we gaan zo eens even op ja. zoek hoe we dat kunnen gebruiken om onze trainingen. Hoe, hoe topsporters dat gebruiken om trainingen te vangen ja. te doen. Uh, hoe coaches dat gebruiken en hoe wij dat dan kunnen gebruiken. Ik ga even een aantal momenten dat we toch al hartslagvariabiliteit aan de orde hebben gehad in de post en een aantal die ik me herinner. Mm -hmm. uh, een van de reacties die we al lang opgeslagen hebben... in ons re, uh, redactiedocument ja. was van Dennis van der Klei Naar aanleiding van een aflevering die we gemaakt hebben... over de coronasloperij. Mijn vriend Martijn die vertelde dat hij na een weekje corona... gewoon niet eens meer een blokje rond de straat kon wandelen. En ook toen hadden we even Kasper Jansen bij ons... die vertelde dat hij toch wel inderdaad hartschade zag... Ja. bij mensen na uh, besmetting met ja, de die, virus. Die long -COVID, uh, patiënten, waar ja, die long-covid-patiënten waren nu toch best wel ja. een aardige groep. Van is. hoe is en, het eigenlijk met Martijn dan? Is, dat gaat weer helemaal goed. Ja, die ja. is helemaal oké, okay, ja. hersteld, sport weer als van ouds. Dus dat heeft toen wel langer geduurd dan hij prettig vond. Ja. Maar uiteindelijk is dat niet blijvend uh, gebleven. Ja. Dennis liep een beetje cel aan. Ja, hij. want Dennis die schreef dat ook. Ik heb het gehad. Uh, ik lag flink eruit en ik schrik een beetje van jullie geluid. En hij gaf toen aan: ik meet het aan mijn HRV ja. om te kijken of ik weer belastbaar ben of niet. Nou, dat is wel een beetje een voorschot op waar we ja. dadelijk ook uit gaan komen. Hij gebruikte Elite HRV, dat is een app. Ja, die nou laten we, uh, dat is even ervond. eigenlijk het tweede ja. onderwerp op de agenda. Hoe meet je HRV? Ja. Oh, en om het af te maken, Caspiansen noemde ook in zijn aflevering over slaap, had hij het over het Garmin horloge. Garmin had een of ander bedrijfje gekocht, waardoor zij nu ook uh, HRV konden meten en konden gebruiken om de kwaliteit van je slaap terug te geven. Nou, mensen die op YouTube kijken zien, mijn horloge is nog altijd kapot. Dan komt, ik heb een tijdje, ja. ben ik mijn slaap gaan meten. <laughs> maar dat is helemaal niet handig, jongen, want dat nee. trekt het hele bandje kapot. Dus dat moet ik nog laten repareren. Um, en ik heb uiteindelijk in voorbereiding op deze aflevering ook door mijn Garmin app en allerlei manieren zitten zoeken naar, kan ik nou de HRV uithalen? Ja. Dat is niet zo. Wat ik krijg van Garmin is een stress score. Ja, ja. En als ik daarop inzoom, dan, dan ontdek ik dat ze daar de HRV wel voor gebruiken. Maar puur dan als een afgeleide indicator. En ze hebben inderdaad een soort betaalservice. Dat je ja. kan betalen als je die ruwe data eruit wil ja, krijgen. Ja, maar dat is dus nog het lastige, vind ik. Nou, los van de meting. Ik denk dat eigenlijk... Ja, je, bij de basis. Hoe meet je het? De beste meting is gewoon RR-interval elektrisch. ECG. Ja, ECG. Ik bedoel, dat is toch meetbaar Dat betekent aan, de, aan ja. de sensoren in het ziekenhuis. Ja. In de tussentijd zijn er allerlei uh, andere manieren om het te doen natuurlijk. Je hebt al uh, nou, je hart, met je hartslagband. Die meet wel elektrisch, denk ik. Dat ja. moet wel. Dus die zijn, lijkt me redelijk betrouwbaar. Ja. Maar je kan tegenwoordig Heb met ik in het apps. begin wel een tijdje mee getraind, nee, nu niet meer. Want ik, ik heb het niet. nu op mijn pols ja, zitten. Uh, nou, je pols, die werkt anders. Hè. Dat werkt volgens mij met absorptie van bloed, denk ik eigenlijk. Ik dacht met licht. Ja, dus dat klopt. Oh, met absorptie met je van je licht ja, door ja, het bloed. Ja, ja, ja net ja, zoals precies. Inderdaad, ga je naar de telefoon toe. Ja, we pakken allebei onze smartphone erbij. Ja. Je hebt al een app open, want dat is, er zijn heel veel. Ik heb een, een gratis uh, eentje gevonden die nou, nog in ontwikkeling is. Want dan even een shout-out nu. Even twee shout-outs. <laughs> uh, deze aflevering is nog niet gesponsord. Uh, ja, wel gesponsord door Live Online Events, maar niet door een verkoper van apps of wat dan ook. Uh, dus alle apps en dingen die we nu gaan noemen is puur op eigen enthousiasme. Wij ontvangen. Graag steun en support. Bijvoorbeeld door mensen die vrienden van de show worden. Laten we dat toch maar een keer noemen. Vriend van de show is een platform. Is een website. Vriendvandeshow.nl Slash slimmerpodcast. Daar vind je ons. Vind je alle afleveringen. Maar dan kun je dus ook zeggen. Hé, hey, ik word zo blij van die slimmer presteren podcast. Ik wil wel een kopje koffie in de maand daaraan bijdragen. En zorgen dat die jongens bijvoorbeeld appjes kunnen kopen. Die ze uit kunnen proberen om dat te doen. Nou, Menno Veldman. Die heeft dat gedaan. En die tipte mij van de week uh, over de app. HRV training. Oké. Okay. Kost 11 euro. Vond ik significant geld voor een app. 11 euro. Ik bedoel. Ja. Het komt leiden door alle vrienden van de show, jongens. Dit is waar jullie geld onder andere heen gaat. Maar jij hebt een gratis appje. we nou, beginnen met die van jou. Oh, Hoe HRV, werkt HRV, camera. Nou, heel simpel. HRV-camera heet die. Jongens. ECG voor everybody. Check heart rate, heart rate variability. Dus de tweede, fitness, stress level, cardio calculations. Nou, dan kun je gewoon een gast zijn, want ik wil nooit inloggen. En dan zegt hij eigenlijk: druk even op een knoppie. En dan en we zien nu, nou tenminste de kijkers op YouTube zien, je lamp van je camera gaat aan. Nou, zet mijn vinger erachter en dan gaat hij detecting, zegt hij. Nou, dan komt hij daar met wat getallen. Ik moet dat een half minuutje moet hij uiteindelijk meten. Ik zie nu, wat zie ik? Ik zie een lijntje lopen. Ja, dat lijntje boven is wat hij zegt de hartslag echt. Ja. En, en de zegt... onderen vind ik wel erg. Dat is de Poincaré plot. Ja. Daar gaan we het zomaar over hebben. Kijk, daar hartslag. En is je bent je waarschijnlijk klaar. te veel aan het bewegen, of niet? Nee, hij, gaat, hij ah, loopt nog door, bijna. Wat een lekker hoog hartslag heb jij. Nee, 70, 72, 78. in rust? Nou, ik zal zo ook even ja, meten. Ja, nee, is goed. Nee, maar goed. Ik, uh... Maar hier zie je dus, dat dus, en hoe dit technisch werkt, die camera en die lamp, die, die maken je vingers soort van doorschijnend. En daardoor kan de camera de puls... Van je hart in je vinger, in ja. de vaten van je vinger waarnemen. En aan de hand van eigenlijk het bloed wat er doorheen stroomt, eh, bloed absorbeert uh, licht, bepaalde kleur. Nou, ja. ik, ik heb vind daar wel, toch. Het is technisch advanced. Vind het best wel een coole feature. Ergens wel. Maar aan de andere kant denk ik, ja. In hoeverre, als ik een beetje met mijn vinger ga ja, bewegen, staat er het bij. Je moet heel stil zitten. Ja, nou, er zijn er zijn volgens mij best wel wat um, studies gedaan en die laten toch redelijk best wel goede overeenkomsten. In ieder geval volgens mij volgens uh, de Apple apps. Maar tussen ECG en en dit soort metingen. Ja. ja. Nou, goed, Er gaat uh, um, nog even. Uh, ik krijg een plotje te zien en volgens mij is die tweede is wel. Nou, hij, hij geeft sowieso een getal, heb mij niks. Een heart rate gemiddeld van 68. En een HRV van 33 milliseconden. 56%. En dan zegt hij, en mijn baseline is 44%. procent. Dus dan zegt hij daarmee van dat ik net boven mijn baseline zit. En wat is dat? Nou ja, is is dat weet, weet ik niet precies. Maar we gaan naar het onderste plotje kijken. En dat zegt RR. Wat staat er op de horizontale? as? Het is mooi. Ik ben nu net een podcastluisteraar, want ik kan het ook net niet nee, zien. Ja. Wat staat er op de, op de horizontale as? De, de RR verticalen? in milliseconden. Ja. Dus tussen de 400 en 1200 hangt een beetje tussen de 800 en 1000. Ja. Dus dat is die tijd tussen twee keer uh, ja. nee, een hartslag. Ja, de twee pieken van de hartslag. En dan de RR van de N plus 1. Dus dat is eigenlijk de, de tijd in de hartslag daarna. Ah. Dus dat is mooi, dat zit bij mij toch redelijk één kleine puntenwolk. Dat wil zeggen dat een. Uh, ik een probeer hartst... Even conceptueel dit te begrijpen. Dus ik zie een grafiek: nou, horizontaal de RR, dit is de afstand tussen de pieken, en verticaal. De afstand tussen de voren. Dus wat zou het dan betekenen als ik omhoog ga in die? Grafiek? Ja, dus stel de, de RR blijft gelijk, maar de volgende. Nou, nou dus ik, ga ik, ik ga kijken bijvoorbeeld. Ik begin ja. met een RR van 1000. Dan zat ja. er 1 seconde tussen twee slagen. Ja, ja, ja. ja. En dan kijk ik bij dat datapunt ja. op de y-as En dan staat er dus dat de volgende had 900 milliseconden. Okay, dus ik ging, dus wat ging wat korter. van 1000 ja. naar 900. Ja, 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 best ja, ja. goed, hè? Ja. En dan pak ik een andere, zat ik op 800. En dan zat ik shit daarna ook op 800. Dat niet goed, want het is gelijk. Nee. Dus het feit dat dit best wel dicht bij elkaar zit, zou mij zeggen: en ik heb al meer van dit plotjes gezien. Slecht, toch? Ja, een Slecht matige HV. Maar ja? want, uh, want hij wil spreiding zien. Ja, je wil een grote punt, dat is de ene keer zie duizend, en de keer erop bewijzen van 800. Ja. En dan de keer daarna 1300. Oké. Okay. En die hebben we ook, ook kijken gezien. hoe we dit moeten interpreteren. Ja. Want daar zit de sleutel. Ik wil even dan toch de, de alternatieve app. De HRV Training App. Die doet iets heel vergelijkbaars. Fancy. ziet er mooi uit. Dankjewel, uh, Menno. Ik zei tegen Menno: Hoe kom jij aan deze app? Ja, tip van een collega. Ik zei: Heeft die collega uitgebreid onderzoek gedaan? Nee, ook niet. Dus we weten niet zeker of dit nou de allerbeste HRV-app er is of niet. Maar dit is in ieder geval word of mouth wat bij mij uh, is gekomen. Oh ja, de HRV Training zegt namelijk. Dit moet je altijd doen zodra je wakker wordt, is de tip. Dus je wordt wakker, doe je dit. En ik wil nu een meting doen, zegt hij. You already took a measurement today. Repeating ja. the measurement will override the previous one. Nou, ik ga het toch even doen en dan zeg ik wel: breek hem wel af. Even kijken. Nou, gaat de lamp ook aan? Oh. Nee, maar dat zijn inderdaad de waarschuwingen die iedereen geeft. En die ik de, de luisteraar ook wil geven: altijd op hetzelfde tijdstip van de dag meten. Ja. Dus het heeft helemaal gezien. Heb ik Lief, cancel. Ik was even benieuwd of ik nou lekker hoge stress heb in zo'n podcastopname of niet. Maar goed, anyway. Het, wat ik leuk vind aan deze app, heeft niks met het onderwerp van deze aflevering te maken. Maar wel met de aflevering onlangs met Stefan van der Zwaard over kwalitatieve data. Ja. Is dat deze, ma en nou, het raakt er wel een beetje aan. Want HRV daar komen we zo op, ga je natuurlijk gebruiken om vast te stellen of je klaar bent om weer te trainen. En deze app stelt je na de meting ook heel nou eigenlijk alle kwalitatieve vragen die Stefan ook voorstelde. Ja. Ze zegt letterlijk Ja ja hoe laat ben je gaan slapen, hoe laat ben je opgegaan? hoe laat je bent gaan slapen, doet hij al een voorzet op basis van wanneer hij je telefoon voor het laatst heeft zien bewegen. Dan, uh, hoe laat je wakker wordt, weet hij ook, want hij weet hoe laat hij is opgepakt. Nou, kun je nog een beetje fine-tunen. Hij vraagt letterlijk readiness to train. Hij vraagt kwaliteit van slaap, perceptie. Hij vraagt, ben je geblesseerd of heb je pijntjes? Hij vraagt spierpunt. Dus dat, is wel, dat vind ik wel tof aan de app. Gaat een beetje beyond het onderwerp van vandaag, maar die pakt eigenlijk die hele kwalitatieve meetenquête in één keer erbij. En uiteindelijk, samen met de haar geeft hij dan een stress score. Exact. Ja, en zegt precies. hij ja. uh, vandaag, nou, laten we daar nu naar toe springen, om dat te schrijven. Wat moeten we nou met deze ja, data? Nou ja, ik wil toch nog even een klein bruggetje, want ik had het over uh, het getal wat uiteindelijk jij, jij krijgt een stress score. Dus er zit een bepaald algoritme ja, achter. Ja, 8.3. Nou ja. En 8,0 en 9,4. Ja. En inderdaad, hij zegt ook deze app, want ik gebruik hem nu vijf dagen. Dus ik heb voor het eerst een grafiek. Ik moest hem bijvoorbeeld vier dagen trainen. Ik moest de app trainen met data voordat hij wat durfde te zeggen. Ja. Ik krijg dus een, 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 een getal RMSSD. Daar kom je vaker terug. Wat? De root mean square of successive differences, volgens mij. Oh ja. Eigenlijk is het soort gemiddelde van die, die intervallen. Alleen omdat je natuurlijk af en toe een negatief verschil kan hebben. Oh ja, moet je heeft uh... hij een trucje gemaakt, heeft hij eerst alles uh, een, een kwadraat van nemen en daarna weer de wortel eruit. Nou, daar kan je een getal uit halen. Dat is wat je vaak terugkomt. Ja. Um, maar nogmaals, daar heb je wel een punt hoe goed zijn al die apps, wat doen ze precies achter de schermen. Dus de, de meting is één ding waar je zorgen over moet maken van hoe goed is die. Daarna de algoritme wat erachter zit, het getal wat die geeft en daarbij dan ook wanneer is nou ja, dit is een getal tussen de 0 en de 100. Is nou ja 70, ja, is dan moet ik dan gaan uitkijken. Ja, maar dan moet of je bij gaan 80 ja, 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 ja. Moet ja. ik daar een rood vlaggetje bij krijgen? Ja, nou, wat wel ja. grappig is: Menno gebruikte deze app al veel langer en die vertelde mij ook. We hebben er even over gebeld. Hij zei um, de kwalitatieve, want hij, hij vertaalt het uiteindelijk naar kleuren: hè, groen, geel, uh, uh, ja. blauw. Hij zegt de kwalitatieve input override altijd de. Uh, Kwantitatieve data. Okay. Dus ook al meet jij dat ja. het best wel fris is, maar je vult in dat je zijn ah. laag is, dan geeft hij toch een geel. Zeg maar. ah. Dus uh, ja. hij, daar dekt de app zich een soort ja. van in. Ja. Dat je toch altijd je gevoel, ja. toch jij ook vaak, misschien nog wel beter is dan dit. Andersom had Menno een mooi voorbeeld. Menno heeft. Uh, ik weet niet hoeveel ik over Menno kan vertellen. Nou, <laughs> laat, laat ik maar zeggen. Dat Menno heeft eens. wat meer vrije tijd gehad de laatste tijd. Laat ik het daar maar op houden. En daarna heeft hij een extreme uitdaging aan zichzelf opgelegd. Hij is 100 kilometer gaan hardlopen. Oké. Okay. Bizar. Nog ja, kudos in Menno. één keer. In één keer. Ja. Met z'n tweeën. Okay. Fantastisch. Ja, een soort ultra-atleet bijvoorbeeld. Misschien moeten we hem eens uitnodigen om ja. daarover te vertellen. Zoals wij af en toe wel eens ultra-atleten uitnodigen. Maar goed, los daarvan. Uh, omdat hij die app dus al zo lang gebruikte. en dat toen ook gebruikte om zijn training bij te stellen. kon hij nu ook zien dat hij twee. het is nu toen ik hem sprak, twee weken na die inspanning. Hij zei: ik voel me eigenlijk wel alsof het al een tijd geleden is. maar hij ziet dus in zijn data dat hij nog steeds significant veel lagere hartslagvariabiliteit heeft dan die gewend was. Ja. Dus in die zin waarschuwt hem dat dus, gast, je bent nog lang niet hersteld. Ja, ja. En dan komen we dus eigenlijk op, ook wat Dennis van der Kleij schreef, over hoe je die data vervolgens gaat gebruiken in je training. Precies. Want daar zit, uiteindelijk zit daar wel een, uh, een goede gedachte in, denk ik. Want we weten uit, eerdere, uit de studies, ook uit eerdere afleveringen, niet iedereen treedt hetzelfde op, uh, op een trainingsprogramma. Nee. Uh, en dat is al, denk ik, ook het nadeel van een vast online trainingsprogramma. Ja, de ene heeft meer resultaat dan de andere. We hebben het wel eens gehad over zelfs de non-responders in, in die, die trainingsschema's. En je kan bij jezelf ook dat wel terugkoppelen aan van ja, staat er net een intensieve training gepland. En heb jij een zware dag gehad, slecht geslapen of je voelde, en dan denk je ja, moet ik dat dan wel of niet doen? Ja, het schema zegt het. Ja. Dus eigenlijk is dit een de suggestie van, ook vanuit wat Dennis suggereert: kan je nou niet HRV als mate van hoe uitgerust ben je, of ja, ben je klaar voor de training, ben je gestrest, dat soort bundeling eigenlijk van allerlei factoren. Ja. die teruggrijpen op ja, die, die dus ene de, Verder kijken dan alleen je sportieve prestatie. Ja. We zijn geen topsporters. Uh, life gets in the way. Je hebt stress op je werk, je hebt stress van reizen, je hebt stress van sociaal of kinderen. Ja. Dat is ook allemaal stress. En die Hrv die ziet dat natuurlijk ja. wel. Ja. Als de Hrv laat zien, luister eens, je zit onder stress. Ja. Nou, wat dan dat uh, kantelpunt en hè, daar hadden we met Stefan ook veel over. Wat is dan dat vlagmoment ja. Dat moet je dan uitzoeken wellicht en het uh, moet gefantieerd worden. Maar niet uitgerust is niet een intensieve training. Klopt. Dat zou makkelijk. Ja. Ik zei dit net even van tevoren tijdens lunch, ah, maar ja, maar ja, Hoe ingewikkeld. Wij trainen niet hard genoeg. Wij zitten niet op die grens. Wij komen daar niet eens. En toen riep jij uit. Wacht even. Ja. Het gaat ook de andere kant op. Ja, nou ja, zeker. Dat je juist uh, dat je soms een te makkelijk training gaat doen. Omdat je nou eenmaal denkt van. En terwijl je dan juist die hoge intensiteitstrainingen, die werken het beste als jij nou net goed uitgerust bent. Aha. En dat uh, laten... Ja, Finse studies zijn best wel wat gedaan. Die hebben eigenlijk... Nou, is altijd discussie hè, van... Moet je nou... Je hebt die knop om aan te, aan te draaien. Moet je nou op volume trainen? Frequentie of juist intensiteit komt altijd terug. En die hebben eigenlijk uh, twee groepen dan met elkaar vergeleken. Een soort... Uh, en de ene meer op volume gericht. Uh, en de andere meer op intensiteit gericht. En dan gekeken... Na afloop van het trainingsprogramma van ah, tien weken, pak een beet. Oké, okay, hoeveel verbetering is er? En dan VO2 max gekeken. En wat ze zagen, allebei de programma's gingen allemaal vooruit. Allebei vooruit. Er zat niet zoveel verschil tussen. Gemiddeld genomen. Maar er zat veel variatie natuurlijk binnen die groepen. Mm -hmm. En toen gingen ze eens kijken. Hé, hey, uh, wat is nou de, de low responders binnen de, uh, de hoge intensiteit groep? Wie zijn dat? Nou, dat bleken allemaal mensen die met een HRV eigenlijk net aan de verkeerde kant dan zaten op het Aha, moment dat ze. Zij... Want zij hadden die data in de ja. studie. Ze hadden HRV's data. Precies. En ze konden zien de mensen die we wel intensieve training geven, maar op het moment dat eigenlijk hun HRV-score ja. slecht is, of ja. in ieder geval laat zien, ze zijn niet goed uitgerust. Dan heeft die training geen e minder. minder effect. Dus die hadden gemiddeld genomen vaker een, uh, een, een HRV. die liet zien. ja, jij uh, bent nou niet helemaal uitgerust. Die waren de low-responders. En juist in de. de, de volumegroep zagen ze de beste responders. ook bij die, diezelfde groep. dus de mensen die minder uitgerust waren. die reageerden juist wel goed op volume. maar lagere intensiteit. Dus zij zeiden. hé, hey, daar zit waarschijnlijk wat in. hebben inderdaad. die... Experimenten dan herhaald of opnieuw gedaan. En dan gezegd van oké, okay, we bieden eigenlijk een schema aan van een blok van tien weken met afwisselend low, uh, low, uh, of laag uh, uh, gemiddeld of uh, medium en hoog intensiteit. Maar en dan afgewisseld, hè, je kent het hmm. schema wel een beetje. Maar dan gaan we aan de hand van HRV kijken. Als jij een hoge intensiteit moet volgen, maar jouw HRV laat zien dat jij op dat moment uh, te gestrest bent of ben je uit balans. Niet uitgerust, ja. Dan zetten we die over naar een, een lage of een, een medium. Nou, dat hebben ze gedaan. En dat bleek uiteindelijk, en dan de ene groep hebben ze dat op die manier gedaan. HRV, opgeleid van HRV. De andere het gewoon het hele trainingsschema gevolgd. Het bleek juist dat die eerste groep uiteindelijk meer resultaat had op de VO2 max. En dat zat er met name toch in, het feit dat ja, uh, het aantal hoge intensiteitstrainingen iets was afgenomen. Dat ze iets vaker hadden gekozen van, doe jij maar gewoon een medium nu. Want jouw HRV dat, uh, die laat zien eigenlijk dat je nu ja, niet goed uitgerust bent. En dus dat je hoge intensiteitstrainingen minder resultaat geven. Ja, dat is dus een studie die wel een positief effect laat zien. Nou, komen we uiteindelijk denk ik op de meta-analyse. Ja, vertel eens. Ja, nou ja, dat meta is... Meta-analyse naar waar? Ja, die hebben gekeken, ook VO2 max. Is ja. toch wel, uh, dat is toch wel het vaakste he? soort van conditieverbetering, ja, hè? Conditie, uithoudingsvermogen. Op een trainingsprogramma. Ja. En een trainingsprogramma gewoon standaard, met een mooie mix van uh, aantal intensiteiten, uh, uh, duur en frequentie. Weet je, een, een blok training van 10 weken, uh -huh. of ja, gemiddeld tussen de 6 zes en 16 weken volgens mij. Uh, waarbij, uh, nou ja, of je volgt het standprogramma, of je hebt een groep die aan de, eigenlijk de intensiteit van de training laat afhangen van wat de HRV aangeeft. Ja. De HR dus wat wij net schetsen: minder intensief als hij gestrest is, maar ja. dus ook. Juist intensief. Als het kan. Als het opeens kan, Precies. ook al stond het niet gepland. Ja. En ja, goed, dan heb je het. Kijk, waar dat allemaal misgaat in die studies. Want we beginnen met 96 studies. Maar ze houden er uiteindelijk zes over. Waarvan He? ze zeggen ja, daar is dus, daar vinden ze of de controles weer niet goed, of slecht gerapporteerd. Of, uh, nou ja. Dus een belangrijke meta-boodschap van deze meta-analyse ja. is. dat het onderzoek naar HV-training op dit moment erg te wensen overlaat ja. in kwaliteit. En dit is een meta-analyse van volgens mij twee jaar geleden of zo, dus redelijk recent. Klopt. En dan denk je, ja, nou ja, hoe, hoe kan het? Ja, nou, het zijn best wel. Ja, goed, je, ik, misschien is het ook wel dat de onduidelijkheid over die afkapwaarde. Mm -hmm. Dat ze daar nog niet uh, dat dat onvoldoende beschreven is. Ja, als je af moet gaan als er ergens staat, ja, we gingen af op die en die app en uh, we gingen uit dan zeggen ze, ja, hallo, daar kunnen wij eigenlijk te weinig mee. Ja. Um, nou ja, uiteindelijk van die zes studies uh, blijken toch uh, vijf van die studies lieten zien. Dat sowieso, nou, in in vijf van die uh, studies ging de, uh, de groep die op Hrv trainde, ging vooruit, vo 2 ja. max ja. In, uh, in de controle, in de standaard uh, uh, training slechts drie. Ja. Nou, en dan keek ze ook nog. Je kon omdat ze in beide studie of in elke studie die twee groepen vergeleken, zagen ze ook een groter effect, consistent wel van als je opgeleide van de Hrv werd getraind. Hey, kortom. Ja. Daar zit zeker wat in. De wetenschap zegt, ja. HRV gebruiken om de intensiteit van je schema te fine-tunen, ja. is gewoon slimmer trainen. Ja, zeker. Dit, ik ben hier niet in mijn maar ja. dus dit is gewoon de essentie waar onze podcast over gaat. Ja. We hebben dus wetenschappelijk aangetoond dat het gebruiken van een tool, mits juist, mits juist, kan, ja, mits ja, juist, het juist het gebruikt, ja. alvijd, kan helpen bij de tijd die je in training steekt, effectiever ja. zijn werk laten En doen. dan het, uh, hebben ze nog proberen een onderscheid te maken tussen uh, amateurs... En, en, uh, en profs of ja. uh, goed getrainde. Nou, amateurs hadden er meer baat bij. Heb je hem al. Waarom? Ja, nee, daar hebben ze gewoon. Waarom? Waarschijnlijk dat, dat aan die onderkant, toch? Want ja. dat, dat was mijn conclusie toen ik met Menno zat ja, te bellen ik van ook. de week. Dacht ja. ik, ja, maar wij zin, hè Want we zaten heel erg met die bovenkant te kijken. Ja. Dat je zegt, ja, je moet een stapje terug doen als je in het rood zit. En Menno, ja, Menno doet andere dingen dan ik. Maar ik kwam in ieder geval ook tot de conclusie. Ja, maar ik zit helemaal niet zo dicht bij dat randje. Ja. Er zit ja. nog ruimte zat. Ja. Maar het is dus dan eigenlijk ook aan die onderkant. Gast, er zit ruimte zat. Duwen we maar eens even ja. wat verder dat over dat de je grens. Te, te laf uh, vaak. Trend. Ja. Ja. Ehm. Ja. Ja. Um. Dus dat is een positief iets voor ons. Hè? Ja. Uh, maar bleek ook dat. Ja, daar heb je ook. Waarom? Vrouwen er meer voordeel bij zouden hebben. Ja, je hebben. weet ja, Waarom? Ja, dat ja, is een goeie, hè? Hè? Ja. Dus ben, zij konden ja, zien is... in de studies dat in hun proefpersonengroepen ja. vrouwen meer. Wat zei je al? In zes studies hebben ze toch wel iets van 100 proefpersonen waarvan, nou ja, ik denk toch de meerderheid is vaak mannen. In die 70 mannen, misschien 30 vrouwen, ik weet niet maar oh, rond die. Fascinerend. En dan proberen ze in ieder geval, ja, con, con, geen harde conclusie, maar nou ja, wel uh, in ieder geval We de hebben al een hele aflevering gemaakt over de verschillen tussen mannen ja. en vrouwen. Nummer, ik ga even 33. Ja. Zit daar nog iets wat dit verklaart? Ik ga heel nee. hard nadenken. Kijk, er, zijn, er is natuurlijk heel veel aandacht voor het vrouwenhart. Want ja. Dat anders is het mannenhart, dat daar meer onderzoek naar gedaan moet worden. Dat ook in medicijnontwikkeling uh, vaak te veel mannen worden opgenomen. Ja, eh, misschien zit het ergens in die. Eh, nou, die weten we dus nu nog niet, niet. Moeten we een toekomstige afleiding misschien aanwijden? Als aan nou, je afgaat op zes studies waarvan eh, ja, ja, nou oké, oké, kijk, moeten niet, we voorzichtig zijn. Uh, eens. Maar laat ik het zo zeggen, er is wel zeker een voor, voorzichtige conclusie van ja, dat het uh, waarschijnlijk best zinvol kan zijn om op HRV uh, te trainen. Cool. En ja. dus dat die, dat die 10, 11 euro die ik in zo'n appje heb gestuurd. wat ik zeg, in tijden het meeste geld wat ik aan een ja. app heb uitgegeven, misschien wel eens een centjes goed waard is, mits ik dat dan nu ook ga gebruiken om mijn training uh, ja. bij te stellen. Maar want geeft hij daarbij ook nog een, 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 een suggestie van ga nu zo en zo trainen? Of is het? Nee, volgens mij doet deze dat nog niet. Ik nee. heb ook nog niet alle hoeken van het ding uitgezocht. Ik lees in de mail van, uh, uh, ga ik weer even terug naar de mail van uh, Dennis van der Kleij. Die schrijft ja. dat wel. Hè? Mm -hmm. Dat hij, maar dat is wel inderdaad samen met een trainer als ik het goed zie ja welke door mijn trainer uh, dat hij dus zegt als, als mijn Hrv niet in de goede waarden zit wordt er voor die dag geen training ja. beschikbaar gesteld dus daar zit die ik koppeling... heb even op die sites gekeken Regelijker. hij gebruikt de elite Hrv's inderdaad een app en ja je hebt ja natuurlijk trainers die kunnen daar gebruik van maken misschien leuk om daar even over Sander Berg nog even te hebben de ja snel we moeten ook nog met Guido uh, ja, zoomen ja. en uh, de tijd Ja. Nee, ja ik wil Wat? nog wel een stapje terug doen van ja um, want dat geeft volgens mij Dennis of anderen dat het moeilijk is om op je gevoel af te gaan. Soms denk ik van ja, nou ja, heb ik dit nodig. Ik voel ook wel aan soms van nou, en ik heb meer zin readiness to train in lekker diep gaan, gewoon ja. training. En ja. vandaag denk ik nou uh, anderhalf uur fietsen, rustig tempo, vind ik ook fijn. Omdat je hoofd er nee, niet aan denk ook, staat. Ik denk ook dat ik die wel aanvoel. Ja. Hè, dus daarom zei ik ook van de week tegen mij... nou, volgens mij is dit niet voor ons. Misschien voor pros of zo die zo ja. ver op het randje zitten. Maar nee, <laughs> ik leer maar... toch vandaag... weet je welke ik minder goed aanvoel? Dat ik eigenlijk nog wel dieper kan. Want ja. als je daar natuurlijk op je gevoel blijft afgaan en je niet oppast en niet een lekker motiverend ja. doel hebt, je weet altijd dan zal wel een, het wel. Uh, een smoesje te verzinnen, ja. dat is wel zo. Snap je? Uh, dus daar uh, zie uh, ik wel de grote ja. meerwaarde om uh, juist wat meer te gaan pushen. Ja, nou er zijn twee uh, stukken verschenen in, uh, in Sportgericht. Het is allemaal nog best wel beschrijvend, maar wel. Ik vind trouwens ook nog een keer moeten bellen met de redactie van Sportgericht ja. of die niet even sponsor van de show like, moeten. moet. Like mogelijk. Hoe vaak die wel niet een shout krijgen. Sander Berg is een ex triatleet en die is uh, nu een soort embedded scientist bij de Triathlonbond. Gaat ja. met die atleten mee en die is heel Erg into de HRV. En die heeft al een paar jaar geleden een, een stuk geschreven van de hartslagvariabiliteit van een Ironman triathlete. was hij zelf. Oké. Okay. Uh, heeft hij uh, zelf uh, in de aanloop naar uh, een Ironman, volgens mij, of hij was in Maastricht of zo, deed hij mee? Ik weet het. Heeft hij de HRV gevolgd? Uh, en nou ja, en hij beschrijft eigenlijk ook uh, de weg daar naartoe dat hij in eerste instantie een HRV resultaat kreeg... ook zo'n uh, RMS en nou ja, ik kan hem hier laten zien. Nee, dat kunnen we hier niet laten zien. enorme puntenwolk. Ja. En denk van, wat moet ik daarmee? Nou, dan heeft hij dus een, uh, een gemiddelde... Uh, week gemiddeld genomen... of 14 dagen... Nou, dan zie je al een mooi patroon ontstaan. Wat omhoog, omlaag, gaat omhoog, en omlaag. Eens, ik identificeer even met de luisteraar. Ik zie het op deze nee. afstand ook niet. Dus maar het je prima ziet, schrijf maar de golven daarin. En, ja. en wat hij daarna zegt. ja, Hé, hey, daar kan ik mooi volgend jaar. Want daar was ik even uh, druk met mijn werk. En daar ging ik op uh, hoogtestage en daar was ik goed uitgerust en bla bla. Dus het is nog wel allemaal beschrijvend wat hij doet en, en ach, eigenlijk een beetje uh, retrospectief uh, ja. als we het zeggen. En daarmee? Hij meet en daarna gaat hij zeggen: ah, nu snap ik de dip of de piek. Ja. Uh, en markt. bouwt daarmee vertrouwen op ja. in de parameter ja. toch? Dat je zegt: oh ja, dit is en eigenlijk dus wel een En dus daarmee is dat hij nu standaard op hoogte uh, Dat is een nieuw artikel van hem hartslagvariabiliteit tijdens hoogte stage bij een aantal triatleet, een klein clubje op zich. Die gaan op hoogte stage, waar gaan zij altijd? Ergens in uh, ja, Afrika, uh, Namibië. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, en daar ziet hij eigenlijk ook mensen die uh, slecht reageren en goed reageren, responders en onresponders. En in dit laatste stuk laat hij eigenlijk zien dat hij dat kan koppelen aan de reactie van de HRV als zij op hoogte gaan. Ja, nogmaals, van. Ja, dan Legt hij uit wat hij dan ziet, welke reactie? Nou ja, dus dat zit hem ook in die, die variatie eigenlijk. Dat hij juist... Uh... Maar als in, moet ik het zo begrijpen, dat iemand die op stage gaat... eigenlijk uh, het lijf zoveel stress krijgt mm -hmm. van bijvoorbeeld zuurstoftekort... Dat je daardoor dus niet goed reageert op intensieve trainingen, wat we net zeiden. Ja, kijk, als ik de RMSSD hier kijk. Hm. Jurgen zit ondertussen in sportgericht voor zijn neus naar een heel klein grafiekje te kijken. En dan heeft hij non-responders, die zitten hier uh, een stukje lager dan de responders. Ja. En, en, en oh ja, de coefficient of variation, de variatie daarin, dan ziet hij duidelijk dat die. Uh, ja, dat is een beetje gek. Nee, maar waarom... Dit is een datum. Maar ik wil proberen te begrijpen wat hij dan waarneemt. Hij neemt dus waar dat inderdaad... Hoogtestage is een stressprikkel. Precies. En hij ziet dat terug in de HRV. Ja. Alleen hij ziet dan uh, allebei in de eerste week... En volgens mij na de eerste week ziet hij de respondergroep ziet hij herstellen mm -hmm. daarvan. En dus eigenlijk weer een toename Van de hoogtestageprikkel zelf. Ja, ja, een toename krijgen in de, in de HRV. Daarmee aangevende, hey, die zijn... Ready weer, to train? Ja, precies. Die zijn weer uitgerust om wat uh, intensievere trainingen te doen. En juist de juiste groep die, uh, ja, die, die ook ziet dat die in de training enorm moet uitkijken. Die gewoon weinig verbeteringen, ook überhaupt weinig effect van de hoogtestage hebben. Dat ziet hij dan na afloop. Ja. Dat hij dat eigenlijk precies had kunnen zien aan de hand van hoe hun HRV uh, reageerde. De volgende stap, ja, dat... Hij doet wel wat suggesties, is om dat inderdaad nu echt mee te gaan nemen, zoals we al beschreven in de training dan zelf. Kan ja. hij, misschien van moet de dag die groep, tot dag ja. die Hrv-getal nou echt gaan meenemen om een training op maat aan te gaan bieden? Aan elke individuele. Het zou wel wel mooi zijn als je ja. toch zegt van nou, ik zie dat jij nog niet ge, uh, aangepast bent aan het feit dat we op hoogte zijn. Dus jij blijft gewoon D1 rustige trainingetjes doen. Ja. En een ander die al wel de klaar voor is, die kan er intensief ja. in. Ja. Uh, en iedereen die nu luistert en denkt, hoezo? Ze gaan toch op hoogste hoogte stage om rode bloeklichaampjes te kweken. Die nodig ik uit ja. om even aflevering Moet 16 te beluisteren. Ja. Waarin al lang uh, duidelijk is geworden dat dat nou net niet ja. de reden is ja. waarom je op hoogte stage gaat. Dus ik snap ik. En, en ergens is het, ik snap het ook wel als. Je hebt altijd ook te maken met kijk, misschien zijn wij te eerlijk of te snel dat we zeggen ja ik voel me niet, ik heb er niet zoveel zin in hè, toch? Genoeg andere ja, dingen te vind doen. Het wordt dat je het eerlijk noemt. Maar die uh, of lui. die, die trop natuurlijk, die willen altijd wat, die zullen minder snel toegeven vooral als dan een collega zei ja, ja, nee ja is. ik ja gaat me prima. Nou, ik kan de hoogte wel ja. aan. Ja, Doe mij maar een uh, lekker intensieve training. Dan is het volgens mij best wel moeilijk voor een triathlete te zeggen. Ja, nee shit. Maar ik, ik, eigenlijk heb ik, uh, ik voel ik me helemaal niet zo. Maar ik ben er nog doe niet. mij ook maar. Ja. En aan de hand daarvan kan, denk ik, zo'n coach wel eens zien. Hey, Mooi. Met jou moet ik even praten. Misschien is voor jou een rustige training wel beter. Dus Mooi. Wordt vervolgd. Ik zeg, Bruggetje, we hebben het over een coach. We gaan even zoomen met onze eigen coach van de show. Gaan we dit Leuk. We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. Hey, Guido. Ja, hey, goed je te spreken. We hebben een onderwerp waar we volgens mij goed mee uit de voeten kunnen met jou. We hebben het al uh, even over een tijdje over hartslagvariabiliteit. Uh, wat dat is, hoe je het meet en hoe je het kunt gebruiken in je training. We hebben er al wat eerste indicaties van gezien, ook voor ons als amateur. Maar de conclusie was ook, zeker als je werkt met een trainer of een coach, dan moet die daar wel gebruik van maken. Dus toen dachten we, laten we dat maar eens even gaan vragen aan onze coach van de show. Guido, uh, hartslagvariabiliteit, HRV, gebruik jij dat om je atleten te monitoren, trainen en coachen? Ja, gebruik ik. Maar niet bij iedereen, maar wel bij een aantal. Oké, okay. ah, en, en, en ja, nou. Bij je, wie, ja, wie wel? Ja, bij, bij wie? wie niet? Waarom? Waarom wel? Waarom niet? Het ligt er aan wie het meeste betaalt, die model. Nee. <laughs> <laughs> nou ja, je hebt er bepaalde tools ook weer voor nodig. Meet, en je moet natuurlijk nauwkeurig meten steeds. Uh, daar is wel daar is HRV gebruiken is heel erg belangrijk dat je gewoon goede data hebt. Dus net als de Powermeter. Als je geen goede data hebt, dan heb je daar ook niks aan. HRV gebruiken, als je het gebruikt, moeten je, je data goed zijn. Dus je hartslagmeter of je, je bandje of je ring wat je gebruikt om dat te meten, moet goed werken en goede data geven. Want anders ja, kun je daar niet zo heel ver, ja, ver, ja, betrouwbaar iets mee doen. Ja. dus even kijken, zijn de apps van tegenwoordig ook goed genoeg die met de camera van je telefoon werken? Ja, dat heb ik ook een tijdje wel gedaan. Dat, uh, je, ja, dat is dat wel een leuk je... zijstapje even. Meet jij zelf uh, je, je HRV uh, iedere dag? Ja, ja, ja. ik heb uh, een Aura ring. Ja, die hebben we eerder ik gezien. Dat een, is de, de, de magische real-time ring. En wat heb je om je borst? Ja, ja, ik heb een, een woep armbandje. En wat doet dat? Um, dus wat dat betreft, uh, meet ik alles, links en rechts. <laughs> het meest, het is wel zo, ik, dat wil ik natuurlijk wel zien. Dan denk ik, ja, zijn ze het dan met elkaar eens? Of zegt de ene dat ik wel moet trainen, en zegt de ander dat ik niet moet trainen, bijvoorbeeld? Ze zijn het nu wel op een gegeven moment, zijn ze het wel steeds met elkaar eens. Hmm. Okay. En deze tools, die meten allebei zowel uh, je, je hartslagdoordraag heen, maar dus ook die HRV? Ja, ja, ja je krijgt denk ik de belangrijkste. De dingen die die dan meten is eigenlijk je rustpuls. Gewoon hoeveel slagen per minuut. En hoe, de variabiliteit tussen die, die meet hij dan ook. Um, en die krijg je ook in een waarde. En in een app wordt dat bij de ene nog iets anders berekend, waardoor je een soort getal van 0 tot 10 krijgt. En de andere is gewoon het in milliseconden. Um, maar daar kun je prima mee werken eigenlijk. En kun je die waarden, uh, zijn die. Puur persoonlijk en relatief. Oftewel, je moet in de gaten houden richting van de beweging. Is die voor mijn baseline goed of slecht? Of kun je daar ook nog mensen objectief vergelijken? Is er een soort bandbreedte die goed is en een bandbreedte die slecht is? Nee, nee je, bent, je, werk zelf, ben je, je bent je eigen referentie. Oké. Okay. Dus je, je krijgt eigenlijk. Als je gaat beginnen, dan begin je eigenlijk een soort ja, basisweek. Met allemaal metingen. En waar je eigenlijk nog niet heel veel doet met, uh, met de waarden zelf, maar je meet gewoon. En dan krijg je uiteindelijk na die week of twee weken krijg je een soort gemiddelde waarde. Mm -hmm. um, als je daar in die week ook niet als een debiel getraind hebt, maar gewoon rustig steady, wat je normaal gewend bent, dan houd, blijft dat redelijk. Die, die gemiddelde blijft ook stee, redelijk een um, kleine bandbreedte. Ook wat betreft HRV. En dan, als je dan gaat trainen, dan zul je zien, als je dan zware trainingen. Uh, achter elkaar gaat doen, een aantal dagen, dan, dan zie je dus dat jouw um, rustpuls wel wat gaat stijgen. Hè? Je, je, je herstelt wat, uh, wat minder snel en je HRV wordt, wordt weer wat lager, want die wordt monotoner. dat is minder variabiliteit ja. en die dingen bij elkaar, die die ja, daardoor weet je eigenlijk van nou, oh, jouw systeem is eigenlijk nu um, eigenlijk hard bezig aan, uh, aan het herstellen. Dat zie je aan die waarden, die veranderen. En uh, als dat op een gegeven moment te ver van je gemiddelde af komt te liggen, wat je eerst had. Ja, dan gaat zo'n app eigenlijk van zeggen: Ja, maar dit is zo ver erbuiten. Ik denk dat je nu maar beter even rustig aan kunt doen. Ja, ja. Mm -hmm. Maar dat is wel interessant, want jij meet dus continu, hè? dag en nacht. Uh, ja. Of, en haalt hij dan een gemiddelde uit de dag? Of geeft hij verschillende dagdelen voor jou uh, aan of iets dergelijks? Hij meet continu. Oké, okay. ja. Ja, hij meet continu. Dus hij meet, dat vind ik dan ook nog een voordeel van, van beide. Dat je eigenlijk ook eens: eh, je wilt herstel monitoren. Dat je ook je slaap meeneemt daarin. En dat je daar ook kunt zien van ja, als je onrustig geslaap, geslapen hebt. Eh, dan zie je daar ook dat, dat die bewegingen heeft eh, opgeslagen. Dat je daar onrustig was. Eh, en dat je daardoor ook minder, eh, minder goed herstellen had. En dat is ook wel een belangrijk ding wat, wat wel mee kan spelen als je echt uh, uh, in een periode zit waarmee je hard moet trainen. En als je dan slecht slaapt, ja, op een gegeven moment denk je, ja, ik herstel niet meer. Ja. Maar is hij ook vaak eerder, uh, geeft hij al sneller informatie of eerder informatie waarvan jij denkt, huh, ik, uh, ik ga, uh, nou ja, risico lopen is groot woord, maar ik ga de verkeerde kant op. En dat je inderdaad ja. een, een, een dag ja. later merkt van, hé, hey, je had gelijk. Ja, bij sommigen heb ik dat wel eens. Dat ik eh, daar, daar zie, dan, dan, eh, die hebben dat, dat om en daar dat gaat die hartslagvariabiliteit eigenlijk al een, een trend omlaag. En dan denk je: van Nou, het, gaat, hè, het herstel wordt steeds slechter. Misschien moeten we eh, wat rustig aandoen. Nou, en er staat er toevallig dan nog een pittige training in. En dan gaat eigenlijk die training al niet meer. Dus. Dan zou je eigenlijk al kunnen luisteren: van ja, maar je ziet al dat de trend omlaag gaat. Dus je had al eerder aan de rem kunnen trekken en die eh, training moeten vervangen door een rustig herstelritje, bijvoorbeeld. Ja, ja want Wat dat ik... is dan mijn volgende vraag. Hè? Ik vroeg dus... aan jou: schrijf je het voor? Zei je sommigen wel, sommigen niet. Waarom dan? Nou, omdat misschien hebben ze de spullen niet of meten ze het niet. Dus zeg je dan eigenlijk: iedereen die het voor mij of met mij wil meten, daar pas ik het toe. En dan is mijn volgende vraag: hoe dan? Kijk je dan inderdaad op dagdaagse basis mee naar de waarden? En, en pas je dan gauw de trainingen aan? Ja, weet je, dat is ook. Je kunt alles. Je kunt, als je het zelf wil meten met zo'n appje en een vinger erop. dan moet je het steeds, uh, uh, dan is het prima. Maar als je uh, die tools zoals een ring of zoals zo'n bandje. dan moet je natuurlijk weer kosten voor maken. om, om, om dat uh, um, uh, te laten. om steeds te meten. Ja, die, die leg ik niet iemand op als iemand dat wel wil. dan. He, dan ga ik daar mee en dan, ga ik, dan wil ik ze ook wel zien en analyseren. En die komen, ja, en dan, dan kan ik er ook mee werken. Maar het is niet zo dat ik dat iedereen Nee, nee dat, dat snap ik, dat snap ik. Dus ik zat even in het scenario dat iemand ja. dus, dus wil of, of kan meten. Begrijp ik dan ja. inderdaad goed dat je gewoon dag dagelijks kijkt? Hè? Dus uh, misschien vier, vijf, ja. zes. Ik weet niet, zes trainingen per week. Dan moet je dus ook zes keer even kijken of je ja. dat bij moet sturen. Ja, bij de, uh, de WUK, uh, die, die integreert eigenlijk, die stuurt ook rechtstreeks naar TrainingPeaks, de data. Dus daar kan ik eigenlijk in één uh, oogopslag kan ik zien hoe die, uh, uh, die waarden zich gaan gedragen. Uh, bij die ring had ik eerst de toegang tot een soort teamaccount. En als ik dan iemand uitnodigde, dan zag ik als coach in dat team uh, al zijn waarden. Dat had ik bijvoorbeeld met, met Jetsen, heb ik dat ook gedaan, Plat en die was een uh, paar maanden geleden naar uh, Namibië op hoogtestage gegaan daar zag je echt heel erg mooi in van hij reist hij gaat naar Namibië toe hij is op hoogte dat is uh, poe, uit mijn ho hoofd was het iets van uh, 1500 meter uh, nog iets hoger en de rusthartslag schiet omhoog de uh, heart rate vari variability schiet omlaag oftewel hij is door de eilere lucht. Veel stress daar. En eh, als ik dus, eh, dat, dat, dat was meteen. Ik denk, nou, dat werkt dus wel prima. Wordt hij daarna ook nog. Een, eh, de, die ring heeft dan ook nog eens een, eh, een sensor. om temperatuur te meten. lichaamstemperatuur, met name afwijkingen. Werd hij daarna een dag ziek? Gaf dat ding dus ook. Dat zag ik dus. Want ik, ik sprak. Of ik, 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 ik kreeg later. via de app. Dan had ik contact met hem dat hij eh, ziek was. Toen zag ik al, en die ring, denk ik, hij was eerst normaal, ja, 36, 8, 36 9 zoiets. En toen, via de ring, kreeg hij ineens twee graden hoger. Was hij 38,9, 9 toen dacht ik, hè? Maar ja, dus dat soort dingen geven mij wel, zeg maar, um, bevestiging dat die data die die produceren, die kloppen wel. Ja, en, en uh, Alleen, hoor ik goed, ik, Guido, ik, dat, je, dat dat nog een beetje is waar je nu bent. He? Dat dit nog eigenlijk zo nieuw ja. is, dat je nog een beetje aan het valideren bent of het echt betrouwbaar is. Ja, want ik, wil eigenlijk, ik, ik vind het nog niet zo betrouwbaar. Dus als die data zeggen van, pooh, um, uh, die gaan omlaag of die, uh, uh, die zijn niet zo goed. Hè? Ze komen in het in nou ja, rode gebied, om het zo te zeggen. Zoals, ze komen lager dan je zou willen. Um, terwijl het gevoel van de atleet dan nog is van, oh, ik voel me eigenlijk nog prima. Ik kan nog prima trainen. Dat is voor mij nog steeds leidend. Want als ik het zelf op mezelf betrek, dan heb ik ook af en toe wel eens dat ik echt heel moe ben andersom. En dat de waarden zeggen, je bent echt super fris, je kunt er tegenaan. Dan denk ik, ik scheet eruit man, ik ben helemaal kapot. Man. Ja, nou dat is wel grappig. Dat, daar hadden we het eerder in de aflevering over, het appje wat ik gebruik, maar jij volgens mij ook, die HRV voor training, die, die stelt ook die kwalitatieve vragen. En wat mij opvalt in het ja. dashboard, als jij kwalitatief zegt, ik heb geen zin, dan overschrijft dat altijd de, de, de uh, kwantitatieve waarde eigenlijk, hè? Ja, maar dat vind ik ook nog steeds. Die zitten ook in training peaks, bij de metrics. Die moet je dan invullen, motivatie om te trainen, spierpijn, noem het allemaal op. Die zijn eigenlijk voor mij nog steeds leidend. Ik ga niet blind varen op de data van de HRV, maar ik zie wel dat het meeloopt. Ze worden wel steeds beter. Je noemde al Namibië, uh, triatleten, uh, trainingskamp. We hadden kort al besproken, Sander Berk, die daar vanuit de ja. Trilonbond veel, ja. veel doet hè, met die HRV. En uh, ja, dat toch op een bepaalde manier in ieder geval uh, wil gaan inzetten in de, in de toekomst. Ben interessant, want dan, uh, ja, dat, is, dat is precies het punt. Van, ja, is het nu nog alleen maar als een extra maat van? Of gaat, denk jij echt, als die, die maat zo goed wordt? Uh, mm. dat het uiteindelijk zeg maar, de, de coach kan overnemen of in ieder geval het gevoel kan overnemen en zeggen van nee, jij gaat nee. vandaag een, uh, een lichte training doen ook al voel jij je prima want de HRV geeft gewoon aan dat dat uh, minder uh, of, ja, efficiënter voor jou werkt nu nee, ik denk niet dat dat gaat gebeuren um, HRV zeg maar, het is hartslag variabiliteit, het heeft te maken met je hartslag en um, hart is een pomp. En eigenlijk die pomp zie ik als de pomp of uh, de motor van je, uh, je motor, Je zuurstofmotor. Ja. Niet zozeer van je anaerobe motor, Want uh, weet je, daar zit, daar, daar zit gewoon heel spierkracht bij. En um, 30 seconden keihard sprinten. Um, ja, er gebeurt nog niet zo heel veel direct met je hartslag. Hè? Dat komt daarna pas. Um, dat soort dingen en spierpijn, als jij gaat um, excentrische sprongen van een bank afspringen en dan naar beneden en doorspringen, dan krijg je heel veel spierschade van ja dat, dan, dan kun je op de gegeven moment die dag erna gewoon niet lopen van de spierpijn maar dan is die HRV nog eigenlijk niet zo heel veel ja, veranderd dat zegt dan, dat zijn toch verschillende dingen die je dan mee moet nemen dat je dus niet alles op het bordje van HRV kunt Groeien, omdat ja, dat, dat mee kan worden, uh, dat dat alles beslissend is. Nee. Helder. Dus in die zin, die combinatie van kwalitatieve hè, gevoelsmatige data en die HRV. En tegelijkertijd lijkt het wel alsof die HRV een waarde kan zijn die dingen eerder kan detecteren dan je ja. in alle parameters die we tot nu toe uh, hadden kan zien. Ik denk als je, als je atleet bent die niet werkt met een coach en, en jezelf probeert die beter te maken en je wilt iets van feedback krijgen: ben ik nou wel of kan ik nou wel meer doen of kan ik niet meer doen? Dat je dit wel, al wel goed kunt gebruiken als leidraad hoor. Met die vragen hè, jezelf ook stellen. En dan zie je zelf van denken: oh, je gaat wel omlaag. Ik denk toch dat ik even in plaats van harde training uh, even rustig aan moet doen. Ja. En die, die andere kant van de medaille, die kom jij natuurlijk nooit tegen in jouw atletengroep. Maar als je als atleet wat te lui bent. en je wil een lekker rustig rondje gaan fietsen. en de data zeggen je bent superfit. dan moet er ook ja. maar gewoon een schepje bovenop. Ja. Ja. Ja, ja, dan kun je er ook wel eens een knal op geven. Hè? Ja. Ja. Ik ben nog even nieuwsgierig. Ik mag ik nog even jouw polsen zien? Want je hebt dus die woep als band, maar daar kun je niet de tijd op lezen, toch? Dus heb je dan ook nog een smartwatch om aan de andere hand? Ja. Ja, precies. Oh ja, Letterlijk helemaal volgehangen. En een ring. Ja, ja, ja. je hebt daar ja. tien vingers. Daar kan nog wel wat bij uh, in de toekomst. Ik we ja. heb we wel een ring, maar is dat is dan ook Twee ringen, twee bandjes. Mooi man. hey uh, dank ringen. voor het delen. En uh, ja. ik denk toch dat we hier... Uh, ik zei het al nee, even, even we eerder in deze mee. aflevering. We hebben hier toch echt wel... En slimmer presteren. De essentie van onze ja. podcast hebben we volgens mij nu wel te pakken. Dat we, we hebben het en over gadgets. Onze producent Innovaties. Sander zei net al... Uh, het lijkt wel of je als een stel nerds de hele aflevering op je telefoon zitten. Maar uh, ja, mooi, mooie data, mooie gadgets. En dus zinvolle uh, inzichten daaruit om uh, slimmer te trainen. En dat is volgens mij waar het over gaat. Ja. En uh, slimmer te presteren. Dank voor het inzicht, Guido. Maar niet voor dat. Hè? We nog even oproepen aan al die, <laughs> die luisteraars. Wordt het, Guido, het worden er wel iedere week meer. Hè? Ik weet niet of het, het ligt aan jouw netwerk uh, wat zo actief aan het promoten is. Maar uh, welkom aan alle nieuwe luisteraars. Als je het nog nooit gehoord hebt, er zijn een aantal manieren waarop je met ons mee kan kletsen. Op uh, social media zijn wij te vinden als de Ed Podcast. Op Twitter en Instagram. En dan vind je van iedere aflevering een uh, post. Guido, uh, Jurgen en ik zijn ook getagd. Kun je ons ook vinden. Uh, en uh, we vinden het leuk om van jou te horen of je kan de aflevering natuurlijk doorsturen. Dat kun je ook doen met de unieke link van iedere aflevering op onze website. www.slimmerpodcast.nl In het menu ga je naar afleveringen en dan zie je ze allemaal. Kun je doorsturen en doorheen browsen. En dan kun je ook reageren onder iedere aflevering. Of je kan ons een mail sturen via post.slimmerpodcast.nl En zo kwam deze aflevering ook tot stand. Een aantal mensen die reageerden ja. over HRV en trainen op HRV. Moet ik daar niks mee? Nou, de conclusie is, jazeker. Hartstikke handig, hartstikke slim. Doen. Dank Guido voor nu en tot volgende week. Dank ja. je hey Guido. Yo. Hey. Hey.